Hallo reviewvrienden, een hartstikke gelukkig nieuwjaar, 2022, dat wordt een topper. Tenminste, dat dacht ik ook bij 2021, maar laten we er positief in blijven. Ja toch, ik heb de 31ste vrijdag geen review gemaakt en dat was niet omdat ik dacht, ja het is een feestdag, tenminste aanstaande feestavond, dus ik doe het niet. Ik was het gewoon vergeten, dus ik denk dat het niet goed gaat in mijn bovenkamertje. Ja. Dat kan gebeuren, hè? Dan heb je er bijna 200 gemaakt en dan vergeet je gewoon eentje. Nou ja, het is wat het is. Maar goed, we zitten in januari. We proberen gewoon weer er vlot tegenaan te gaan. Wat zit er dan in? 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 Koelbest. 4 pakken Koelbest. En ja, ik ken Koelbest. Ik drink wel eens Koelbest. Welke drink ik dan? Niet de citroen, die pers ik zelf. Ik drink die met mango. Die heeft een hele aangenaam fijne smaak. En normaal is mango altijd heel erg een beetje medicinaal, een beetje heftig. Alleen die vind ik zo lekker, joh. Gertverdik. Er zit ook een pakje suiker in. Niet normaal. Maar dat zijn de fruitsappen. En wat zie ik hier? Hatsiki datsi hatsiki dee. Dit zijn geen fruitsappen. Dit is een ander pak. Dit is drinkjoghurt. Ik wist helemaal niet dat Koelbest drinkjoghurt had. Als ik heel eerlijk ben. Of misschien is dat wel nieuw. Dat kan ook. Maar ja goed, het is ook een nieuw jaar. Hè. Er gebeuren rare dingen altijd dan. Hè. Er komen allemaal mensen met allemaal hele nieuwe dingen. Je kan allemaal dingen vertellen waarvan je dacht, hè? Echt? Wist ik niet. Nou, hier. Sherry Mountain. 0% vet. No sugar added. 10% fruit. Wat andere woord is voor fruit. En drinkjoghurt met kers. En het grappige is, er staat een kers en dan zie je ook aardbeien. Dus ik wel een beetje raar, maar goed, dat zal wel. En dan hebben we hier, ja, hier hebben we dus de mango. De mango drinkjoghurt. Ook 10% fruit en dan geen vet en suiker erbij. En hier heb je de raspberry river. Dus dat zijn de frambozen. Ook 10% fruit. En hier heb je dan de strawberry hill. En de strawberry, dat zijn een aardbei en dan liggen er sinaasappels bij. Het is een beetje vreemd, maar het zal allemaal wel. Eens even kijken, want hier staan dus kersen en aardbeien. Terwijl dan Cherry Mountain is, dus kersenberg. Wat zit er dan in? Magere yoghurt, vruchtensap uit concentraat, 10% appel, aardbei, kers. Er zit ook nog appel bij. Maar dat hebben ze dan weer niet op het plaatje gezet. Dat is natuurlijk wel heel erg vreemd. Oh, wat het gekke is. Er zit 2% aardbei en 2% kers in. En dus 6% appel. Dus het product wat er hier het meest in zit, appel, dat staat alweer niet op het plaatje en wordt ook niet genoemd. 3% mango puree. En sinaasappelsap. Ja, dus dat klopt dan wel op het plaatje. Maar sinaasappelsap is dus 7%. 3% mango. En wat denk je? Het heet Mango Dream. Ja, ik wil niet heel vervelend doen, maar hier gaan toch een aantal dingen mis. Nou, hebben we hier aardbei sinaasappel. Hier zit dan sinaasappel in en aardbei. Dat klopt. En Aroniabes. Wat is nou weer de Aroniabes? En die staat er dan ook weer niet op. Ik heb het gevoel dat we in hem aangenomen worden. Raspberry is gewoon 10% raspberry. 3% framboos. 7% appel. Hier. Raspberry. Raspberry River. Een hele rivier vol frambozen. Alleen het blijkt gewoon appel te zijn. Ik weet het niet, maar ik ben een scam op het pad. Ik zie hier oplichting in, want de namen en de plaatjes komen niet overheen met de bende die erin zit. Maar laten we maar gaan proeven, want daar gaan we toch gewoon om. Even schuddelen, dat ik niet straks gezeur krijg dat ik niet geschud heb. Kijk, dat is natuurlijk roze van de sherry. Eigenlijk is deze, de mango en de sinaasappel, de enige waar in zit wat op het plaatje staat. Dat is wel weer grappig. Nou, deze, de aardbei, sinaasappel, aangevuld met die aronabes, de raspberry, die voornamelijk uit appel bestaat. En het raar is, waarom zou je er nou appel in gooien als je framboosmaak hebt? Die framboosmaak is altijd hartstikke overheersend. Ik snap er geen moe van. Maar goed, we hebben hier roze, geel, roze, lichtroze, heel veel roze. Laten we ook maar gaan proeven, want laten we eerlijk zijn, daarvoor zitten we hier. Daarvoor doen we dit allemaal. Nee, ik begin wel bij de sherry. En niet de sherry, maar de cherry. Ik ga niet zo vroeg aan de sherry hoor. Ik heb sowieso een dry January doe ik aan mee.
dat je helemaal niet mag drinken. Tenminste, alcohol dan. Ik ben nu één dag op pad. Ik vind het verschrikkelijk. Nou. De kers. Smaakt naar van alles en nog wat, maar niet naar kers. Oh, nu komt die een beetje. De kers smaakt in eerste instantie veel meer naar appel. Dat is ook niet zo gek, want er zit ook de meeste appel in. Maar de aardbei die is helemaal kwijt. En de kers die komt heel ver in de verte, komt die ook een beetje aankakken. Drinkjoghurtje, ja, gewoon zoals drinkjoghurt is. Is de smaak lekker? Nee, ik vind de smaak niet lekker. Ik vind de smaak een beetje bitterig. Een beetje, het doet niet lekker aan. Je hebt het gevoel dat misschien het pak een beetje over de houdbaarheidsdatum heen is geflipt. Je denkt, misschien zit ik hem net eventjes, een drinkjoghurt over het randje naar binnen te kieperen. En dat kan niet, want deze is nog een week of drie goed. Dus het is gewoon vies. Nou, dan gaan we naar de Mango Dream, gevuld met mango en sinaasappeltjes. Die vind ik dus van de gewone sap al lekker. Dus kijken wat ik daar van de drinkjoghurt vind. Ja, ook lekker. Het raar is dat de mango hier heel erg meevalt. Het is veel meer sinaasappel. En heel ver achter in de hoek, linksachter, heb ik een beetje mango. Ik vind deze gewoon lekker smaken. Hij is zacht, de smaak is prima. En het heeft geen niet zo'n bruine poepsmaak als die. Ja, aan de andere kant zou ik wel zeggen van, als je dat dan toch Mango Dream noemt, flikker er dan even wat meer mango in. Want nou is het echt dat je denkt, nou, het is wel een hele fletse droom. Nou, dan gaan we naar de aardbeien en de sinaasappel, waar ook toevallig de aronia bessen is ingevallen. Het is gewoon. Is deze lekker? Nee, nou ja. Ik vind die smaak allemaal een beetje truttig. Het is heel erg ver weggehouden, de smaak. Terwijl die koelbest pakken met de gewone sap. Het zijn allemaal hele sterke overheersende smaken. En hier is het allemaal een beetje truttig, een beetje laf. Een beetje laf drinkjoghurtje. Nee, ik word hier niet zo heel blij van hoor. De perfecte match tussen heerlijke weidemelk uit Nederland, de perfecte zoete Europese aardbeien en de beste kwaliteit Braziliaanse sinaasappels. Nou, dat stel je niet zo aan. Zo lekker is het allemaal niet. Hier, de laatste Oldense frambozen worden met de hand geplukt. En zie je mij nou een hol in die dingen plukt. Nou, eens even proeven. Frambozen, daar heel weinig smaak aan. Terwijl frambozen. Ik weet wel dat hier ook meerderheid appel in zit. Maar frambozen, dat is gewoon een hele makkelijke smaak. Elke drink yoghurt framboos smaakt verschrikkelijk naar framboos. En is daarom ook wel lekker. Dit smaakt eigenlijk een beetje naar een dikke melk. Met heel ver een beetje een vies smaakje. Nee, dit is het ook niet echt hoor. Nee, ik word hier niet heel vrolijk van. Even kijken, hebben ze hier ook van die stomme teksten? Oh ja, kijk hier. Weidemelk uit Nederland. Indiaanse Alfonso mango's. Ruim 4 maanden aan de boom hebben die gegroeid. Zo, dat verwacht je niet. Europese kersen en zoete aardbeien. Beide worden met de hand geplukt. Nou meid, ongelooflijk zeg, wat leuk. Ze hadden beter iets meer aan de smaak kunnen doen dan al die tijd in dat handplukken steken, maar goed. Tijd voor de cijfertjes in de cijfertjes, dat wordt niet best, want het is eigenlijk gewoon niet te pruimen. Hoe krijg je voor elkaar om drinkjoghurt te verpesten? Je doet dit inderdaad, is 90% yoghurt en daar flik je dan wat smaak in en dan ben je klaar. Dus echt een heel makkelijk product. En Coolbest heeft het weten te vernachelen. Deze is de allersmerigste, de sherry. Die smaakt gewoon vies. Is gewoon smerig. Ja, die krijgt van mij gewoon een 3. Ja, dag. Doe even een beetje je best anders. De Strawberry Hill, dus de aardbeienberg. Daar zit nauwelijks aardbeien in. En je proeft ook bijna geen aardbeien. De smaak is ook helemaal niet lekker. Die krijgt van mij een 4. Ook een 4 voor de drinkyoghurt van Coolbest. Raspberry River. De frambozen. Ja, het smaakt helemaal niet naar frambozen. Krijg je dat nou voor elkaar? Ja, omdat je er meer appel hebt in ingesodemieterd. Maar die smaak is gewoon niet helemaal lekker. Het is gewoon niet gelukt. Doe dan even beter je best. Ja, en een mager 6 voor de Coolbest drinkyoghurt Mango Dream.
Waarom? Nou, mango en sinaasappels, dat op het plaatje, dat zit er ook in. Voor de rest zit hier allemaal troep in. En fruit waar we helemaal niks van zien op het plaatje. En deze is qua smaak ook wel de lekkerste. Die krijgt een 6. Maar ja, ben je tevreden als 1 product een voldoende scoort? Dat denk ik niet. Nou, ik ben er ook niet tevreden over. Ik hoef dit nooit meer, want ik vind het vies. Dus, nou. Ja.